Ja, ik ga het gewoon doen. Ja, jullie zien de titel natuurlijk al, maar ik irriteer me de laatste tijd echt helemaal dood. De laatste dagen eigenlijk vooral, want ik gebruik nog Twitter. Twitter staat helemaal vol en het lijkt verdomme wel of iedereen tegenwoordig crypto-miljonair is. Het is ongekend. Nou, komt er wel bij kijken dat ik ben super sceptisch ten opzichte van crypto. Ik geloof er echt niet in. Ik heb het zelf ook niet. Dan kijk je er natuurlijk al anders tegenaan dan dat je er wel echt in gelooft. Ik ben zelf iets meer van de aandelen waar gewoon een bedrijf onder zit die een ondernemingsplan heeft en een verdienmodel. Maar goed, er zijn wel crypto tokens die wel een beetje fundamentele onderdelen hebben, maar sommige zijn echt gewoon gebakken lucht. Tot zover mijn mening. Ik wil ook eigenlijk hier helemaal geen discussie over aangaan. Ik weet dat ik nu ook comments krijg van iemand die al 136.000 miljard heeft verdiend met crypto. En nu gaat zeggen, Rob, nee hoor, het is gewoon een hele goede business en je kunt heel veel geld mee verdienen. Klopt, geloof ik ook. Maar ik denk echt 90% gaat eraan kapot. En natuurlijk, er kan best dat jij bij die ene 10% tot die er heel veel geld aan verdient. Dat is nice. Maar ik denk dat het overgrote... Nee, dat denk ik niet. Weet ik wel zeker. Het overgrote deel verliest gewoon heel veel geld. En mede door hoe het wordt verkondigd op Twitter, lijkt het alsof het echt gratis geld verdienen is. Nou, dat ga ik vandaag even uitzoeken. Ik ga namelijk 1000 euro investeren in 10 verschillende cryptocoins. En ik ga gewoon kijken wat er met mijn geld gebeurt. Ik ga gewoon meeliften op de hypes die ik op Twitter zie. Ik ga kijken of het echt zo rooskleurig is als dat al die tweets van mensen doen denken. Het doel is ook om mensen gewoon wat bewuster te maken dat het echt niet zo mooi is als dat iedereen zegt. Iedereen tweet alleen maar zijn winsten. Maar als er een keer verlies wordt gemaakt, dan hoor je niemand. Dan denk je, waarom doe je dit dan, Rob, als het zo dom is? Nou, gewoon wel gewoon goede content. Daarom abonneer ook even op mijn kanaal. Want dit gaat me zeker geld kosten. Althans, dat denk ik. Ik gok dat ik gewoon ga verliezen. Gisteren ook, ik zag tweetjes. Hier, Royalistic, 10k geïnvesteerd. 1 maand later heeft hij 2 ton. Nou, ik kan alleen maar zeggen, bizar. Echt fucking knap. En daar kan ik ook weinig over zeggen verder. Ja, ik zou het zelf niet tweeten, maar oké, dat is een keuze. 2 uur later was hij 2 ton, zelfs 320.000 euro geworden. Hij tweet ook nog dat hij op 70% zat van crypto miljonair. Of dan heeft hij dus 7 ton in crypto. Dus nogmaals, ja, ik kan ervan zeggen wat ik wil, maar hij heeft 7 ton in crypto. Dus hij is een van die winnaars die er wel goed uitkomt. Maar wat ik dan altijd een beetje lelijk vind, er staat hier hoeveel van die SafeMoon, wat echt een hype was, hij had. En dat was hier dus 3 ton. Ik heb even gekeken. Maar op dit moment is die 3 ton nog ongeveer 1,5 ton waard. Dus gehalveerd. En dan, kijk, alsnog, hij heeft 10.000 geïnvesteerd. Dus dat is nog fucking mooi, ziek rendement. Dus het is niet dat ik hem nu ga uitlachen, want ja, hij lacht sowieso als laatst. Maar dan denk ik van, ja, maar Jezus, waarom tweet je dat dan ook niet even als het slecht gaat? En dat is een beetje de tendens die ik merk op Twitter. Iedereen heeft het alleen maar over als ze duizenden, tienduizenden of dit zelfs 100.000 euro winst maakt. Maar ik zie niemand als het een keer slecht gaat. En ik wil een beetje een wat realistischer beeld gaan laten zien. Dus ik hoop ook even een tonnetje winst te maken en dan vervolgens wel weer 30.000 euro te verliezen. Maar dan ga ik wel eerlijk laten zien dat ik ook 30.000 euro heb verloren. Kijk, dan ben ik zelf persoonlijk meer fan van hoe Hanwei het deed. Ik zag namelijk gisteren een Insta-story van hem voorbij komen. Hij had geïnvesteerd in S. Nou, sowieso investeren in S. Dat lijkt me altijd al gewoon een goed plan. Bleek ook een cryptocoin te zijn, maar goed. Hij had er 10k ingegooid en toen gebeurde dit, waardoor dat hij dus ongeveer 6k is verloren. Kijk, dan ben je eerlijk. Dan laat je ook zien als het slecht gaat. Nou, dat ga ik vandaag ook doen. Mijn weg naar crypto miljonair kan beginnen. Let's go. De eerste 1,30 euro is al verlies gemaakt aan transactiekosten. Deze domme jongen heeft dus gisteren getweet met nul kennis van crypto. Voor een video vraag ik jullie om hulp. Ik ben erg sceptisch wat crypto betreft. Heb ik al verteld. Maar mijn Twitter staat helemaal vol met wijsheden. Daarom ga ik 1000 investeren in 10 verschillende coins. Mijn keuzes worden volledig gebaseerd op reacties onder deze tweet. Nou, dat hebben mensen massaal gedaan. Kregen allerlei soorten munten. En ik ga nu gewoon... Ik ga nu gewoon doen. Dogecoin. Zullen we daar gewoon mee beginnen? Ik zeg al, ik heb er niet heel veel verstand van. Daar heb ik nog wel meegekregen. Maar dit is volgens mij zo'n coin wat oprecht ongeveer gebakken lucht is. Het is alleen Elon Musk, eigenaar en bedenker van Tesla, die tweet hierover. En daardoor is het dan een hype. Daardoor is het een paar keer keihard gegaan. Op het moment dat Elon Musk een tweetje plaatst dat hij daadwerkelijk een Dogecoin op de maan gaat planten, dan gaat die koers in één keer 20% omhoog. Dat is in mijn ogen een beetje wat mee samenhangt. Maar hij werd heel veel aanbevolen en heel veel gezegd van, Rob, koop die. Wat ik zei, dan gaan we het gewoon doen. Wel even goed doen. stel ik fok het nu gelijk op. Hey, ik moet zeggen, goed instapmoment zie ik. De koers gaat aardig naar beneden. Maar aangezien ik maar voor 100 euro koop, kan ik gewoon een market order doen. Ik ga voor 100 euro Dodge kopen en dat betekent dat ik op dit moment 437 Dodge heb gekocht. Yes, mijn eerste crypto heb ik. Yes. Sta ik op winst? Sta ik op winst? Heb ik al winst? Ben ik al miljonair? Ben ik al crypto miljonair? Verder kocht ik ook een aantal grote, wat bekendere coins zoals Bitcoin, Ripple en Ethereum. Dan komen er nu bij, voor mij in ieder geval, de iets minder bekende munten. VeChain, die kreeg ik denk ik ongeveer het meeste ingestuurd van alles. Jongen, deze gaat nog naar de moon. Ik heb ook geleerd dat als je zeg maar echt vet wil zijn op Twitter,
Nou, wat je dan moet doen, dan ga je naar Twitter, dan doe je dollarteken, VeChain, of VET, dat is de code van VeChain. En dan ga je naar je emojis, doe je 3 van die ronketten erachter, jongen, en dan gaat die paf naar de moon. En dan is het in 1 keer 3 keer zoveel waard. Tenminste, ik heb daar net te weinig volgers voor, maar als je dus Elon Musk of een ander iemand die in de crypto zit met heel veel volgers en je doet dit, dan maak je zo gratis winst. Dat is het shady aan het hele ding, maar goed. We gaan ondertussen lekker door. Tegen iedereen gezegd van, nou, stuur in welke coin ik moet kopen. Natuurlijk waren wij onlangs gehackt met bankzitterskanaal door ADA Cardano, zoals Mattie het noemde. Een soort bitcoin. Maar nee, een soort crypto. Nou, die kreeg ik echt bizar veel ingestuurd. Nou moet ik wel zeggen dat ik had gecheckt en het is oprecht wel echt een dingetje. Ik dacht dat het echt een meme was, omdat wij gehackt waren door die coin. Maar mensen zien er oprecht de potentie van in. En het wordt oprecht aangeraakt. Ik koop gewoon weer voor 100 euro ADA Cardano. Verder koop ik nog StormX en Verge, zodat dit mijn eerste 8 crypto's zijn. Maar ik heb nog 200 euro over, nou en nu wordt die echt live. Ik kreeg namelijk één tweetje binnen, nou toen dacht ik meteen, dit moet wel iemand zijn met verstand ervan. Die zei, ik koop Moonstar, dan koop BNB bij Binance, verstuur dat naar je trust wallet, swipe BNB naar Smart Chain, ga via dApps naar Pancake Swap, ga naar CoinMarketCap, kopieer de code van Moonstar en add deze coins in Pancake. De coins die ik tot nu toe heb gekocht, die zitten zeg maar allemaal op een geverifieerde handelsplatform. Laat ik het even in makkelijke taal uitleggen. Maar nu gaan we zeg maar van dat platform af. Dus dan kom je echt op coins die echt nog helemaal niet geverifieerd zijn. Misschien is het wel scam en dat soort dingen. Dus zin in. Yes. Bitcoin, dames en heren. Kennen jullie hem nog? Jawel. Oh, dat is niet. Moonstar en Save Moon. Ja, maar ik ben morgen miljonair, hè? En dan haal ik je gewoon in, hè? Mensen, luister nou even. Op het moment dat jij denkt van, ik ga nu heel rijk worden met crypto. Ja, dat heb ik al verteld. Dat kan niet. Oh, ja, het kan wel. Het kan wel. 10% kan het wel, zo. Nou, ik denk wel minder. Of 1. En als je nou een keer heel veel winst hebt, dit is echt het allerbelangrijkste. Verkoop het! Oh, ik dacht, geef het uit aan ik had het goed. Ja! Verkoop het naar euro's en dan even... We kunnen trouwens bitcoin gaan accepteren op ik had het goed, hè? Wat willen we? Moonstar? Wat de fuck is dat nou weer? Ja, weet je, die had iemand getweet. Serieus, was het een meme? Ja, ik denk een meme. Het kost wat pijn en moeite, maar uiteindelijk lukt het me om de BNB om te zetten naar die Smart Chain. Ik moet een beetje kosten betalen, nou goed, dat snap ik. En daarvan de helft om te swappen naar SafeMoon en de overige helft naar Moonstar. Swap that shit. Confirm swap, send it. Ik ga er gewoon even een dagje wachten. Ik zie jullie morgen wel terug. Dan gaan we kijken wat er allemaal gebeurd is, joh. Dames en heren, jullie zien mij gegarandeerd heel slecht. Maar dat is het leven kennelijk van een crypto-miljonair. Ik ben net klaar met voetbaltraining. Het gaat fantastisch. Mijn eerste dag eigenlijk, ik heb het nu, nou ja, wat is het? 3-4 uurtjes. Ik begon natuurlijk met 1000 euro en ik heb nu 1100 euro. Ik heb 10% winst al. Nou ja, ik wilde nu eigenlijk niet opnemen, maar ik stap in mijn auto naar de training en ik check toch even het appie hoe het ging. Nou ja, fantastisch dus. Nou is het ding dat met 10% winst zou je normaal zeggen, ja, cash je toch uit, jongen. Maar ik las op Twitter allemaal advies, hold. Dan gaan we lekker holden. Dus even een kleine korte update van mij zo hier op de donderdagavond. Net na het kopen van mijn crypto binnen een paar uurtjes. 100 dikke vette euro's in de plus. Nou, wat zal ik lekker slapen vanavond? Dames en heren. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe crypto vlog. Ja, kijk, weet je wat het is? Het leven van een crypto miljonair gaat niet altijd over rozen. Nou, we hebben vandaag heel de dag opgenomen. Dus ik kom hier nu net... 500 euro. Nee, ik kom hier dus net, we zijn net 1 minuut thuis. En weet je, als crypto miljonair, ja, heb je het gewoon druk af en toe. Dus ik ga nu even een update kijken op mijn telefoon heb van die vette update apps met koersen en zo. Ik moet zeggen, ik had een beter moment kunnen kiezen om in te stappen. Dit zijn alle koersen van de huidige crypto's. Beetje de grote, zeg maar. Dat ziet er lekker uit. Zeg maar, alles is rood. Soms is het min 10, soms min 20. Niet best, hè? Nee. Ik wil ondertussen vertellen dat 2 dagen voordat jij deze video begon, ik besloot om heel veel van mij te verkopen. En ik daardoor dit... Ja, dit is de echte crypto-miljonair. Dames en heren, de echte crypto-miljonair. Dat maar, is de echte crypto. Maar niet uit. Ik zie mijn SafeMoon, die is, was $192 en die is nu nog 170. Mijn Moonstar, daarentegen, die is $30 gedaald. Klein verliesje, ik heb nu nog $200 in die wallet staan. Het is ook wel leuk als je gewoon binnen een week 1000 euro kwijtraakt. Ik ben aardig op weg, kan ik vertellen. Nou, en dan mijn grote wallet. Nou, ik heb zin om dit te openen. Update, na ongeveer iets meer dan 24 uur roto crypto miljonair. Er is geen één crypto die meer waard is geworden. De zeg maar de beste presterende is Ethereum en die is maar 10% gedaald. Dus dat is mijn beste verlies, zeg maar. Storm en Verge allebei 25% naar beneden. Nou goed, 670... Ik heb een kwart van de waarde verloren.
Ja, leuk dat je het even uitlegt wat 25% is. Kleine update na 24 uur roto crypto miljonair. Mijn 1000 euro is nu nog ongeveer 835 euro. Wat zo? Dat is wel aardig. Wil jij nog iets zeggen over crypto toevallig? Terrassen gaan lopen, dus dan gaat Terrascoin gaat allemaal. Dames en heren, ja, het is niet best hè. Zoals jullie zien, ik sta niet in het bankzittershuis. Ik ben nu even bij mijn ouders thuis. Het was namelijk weekend, ga ik vaak terug. En dit is meteen een heel belangrijk dingetje. De cryptomarkten zijn namelijk 24/7. Die stoppen nooit, zoals Soes ooit zei. Zoals je wel een beetje aan mij kan horen, en jezus, nu ga ik alleen maar meer praten, wordt alleen maar erger. Lag mijn focus dit weekend niet echt op het worden van een cryptomiljonair, maar meer op het drinken van bier. En het schreeuwen in voetbalstadions en in pretpark. 20.000 keer in de achtbaan geweest, dat zie je nu binnenkort terug. Heel veel geschreeuwd, mijn stem verloren. Maar nu heb ik een gelukje, want kijk, crypto kan hard gaan. Het zou natuurlijk bijvoorbeeld kunnen dat er een zo'n random altcoin die ik heb gekocht opeens 300% zou zijn gestegen in het weekend. En dat ik dat dan dus gemist heb omdat mijn focus op andere zaken lag. En dat die nu weer helemaal gedaald is. Waardoor dat je eigenlijk als soort van je moment dat je winst pakt hebt gemist. Nou is het geluk voor mij. Je zag hier ongeveer kocht ik al mijn coins en alle koersen zijn ongeveer wel hetzelfde. Dus afgelopen weekend is er niet veel gebeurd. Ik heb niks gemist. Maar dat is geluk. Want wat ik zei, je moet er echt tijd voor maken om crypto miljonair te worden. En daar heb ik me wel even in vergist. Nee, natuurlijk allemaal een beetje flauwekul, maar zo is het wel. Zeker met die altcoins zo ontzettend hard gaan. Dat je er altijd gewoon dicht op moet zitten. En een tijdje winst moet nemen. Want daar maken zoveel mensen fouten mee. Die roepen dan dat ze duizenden euro's winst hebben. Bla bla bla. Alleen vervolgens cash je het niet uit. En een dag later is alle winst weg. En dan hoor je ze niet meer. En dat is dus ook wat ik heel lelijk vind. Ik doe even een kleine update van mijn portfolio. Jullie zagen, mijn vorige keer was op vrijdag, nu is het maandag. Dus er zit een weekend tussen. Mijn trust wallet is op dit moment $176 waard. Ongeveer €145. Ja, vooral die Moonstar, dat is echt een meme. Het is echt een meme. En mijn eigen wallet op Binance met allemaal andere coins is €730 waard. Samen zitten we dus nu weer op, toch wel, €870. Dat is maar 13% verlies nog maar. We zijn weer omhoog aan het gaan richting ons startbedrag. Dat is mooi. Ik ga mijn eerste coins verkopen, want weet je wat het is? Ik merk een beetje dat je twee types coins hebt. Je hebt oprecht wel iets met een, waar een gedachte achter zit, net iets als een Bitcoin en Ethereum en dat soort dingen, dat werkt oprecht wel. Maar je hebt ook gewoon echt meme, het zijn gewoon echt meme coins. Die Moonstar en die SafeMoon, dat is gewoon niks. Het is bizar dat mensen op zulke zieke winsten stonden met SafeMoon. Ik ben er wat een beetje ingedoken en in mijn ogen is het gewoon een piramidescam. Voor de mensen die niet weten wat een piramidescam is, Raoul heeft er ooit een leuke video over gemaakt of een interessante video van gemaakt. Je kunt het ook wel vinden op Google, maar wat het eigenlijk gewoon is, je moet heel veel kosten betalen om aan die coin te komen. En die kosten worden juist weer verdeeld onder de mensen die al een coin hebben. Dus als het ware brengen de nieuwe mensen geld naar de bestaande mensen. Nou, dat is dus een piramidescam, want dat loopt oneindig door. En wat er dan nog eens bij komt, is dat je ook heel veel fee moet betalen wanneer je eruit wil stappen. Wat eigenlijk betekent dat je daardoor een soort van wordt gedwongen om het niet te verkopen, want dat kost je heel veel. En dus piramidescam. Maar goed, hoe het dus bij crypto werkt, is het gaat allemaal op basis van hypes. En als iedereen op Twitter erover begint te praten, dan kun je het kennen kopen en gaan koers als een gekko omhoog. Nou denk ik dat dit echt een eenmalig iets is. Ik ga het gewoon verkopen, maar ik ben gewoon heel erg benieuwd vooral hoeveel er overblijft op het moment dat ik het terugwissel. Ik ga nu al mijn SafeMoon die ik heb, ga ik weer terugwisselen gewoon naar die BNB coins. Dan moet ik zeggen van die $130 blijft er dan toch nog $128 over. Dus op zich is dat niet heel slecht. Ik ga maar $10 kosten vanaf. Maar aan de andere kant is dat wel bijna 10%. Maar zowaar is die $128 die het nu waard is, dat is toch mooi. €106. Dus dat zou betekenen een dikke vette winst. Nou, steek die maar in het zakje. Zo ook, Moonstar. Ja, daar heb ik nog ongeveer $50 van over. Ik sprak even de persoon die mij had aanbevolen om die Moonstar te kopen. En ik vond het heel mooi wat hij zei. Ik vroeg namelijk wat Moonstar nou precies deed. En wat hij zei is, niks. Het is klaar. Je moet er niet meer in zitten. Het is namelijk een meme coin. Die gaan hard en daarna weer onderuit. En die quote, dat het een meme coin is, die vind ik legendarisch. En heel eerlijk, het is gewoon mooi. Moonstar was een meme. Vaak kun je dit zien aan een website. Daarnaast 99% van de coins met planeetnaam erin. Een meme coin. Inderdaad, crypto is een zeer bijzondere markt. Vooral de meme coins die soms groter zijn dan sommige multinationals. Heeft het over de market cap. Zulke coins zijn uiteraard ook schadelijk voor het beeld van de hele crypto wereld. En ik moet zeggen, hij heeft hier echt gelijk. Want inderdaad, dit soort dingen verpesten het voor best serieuze coins. Ik heb inmiddels wel ingezien, ik was heel sceptisch. Ben ik nog steeds, want dit soort dingen slaan echt nergens op. Die Moonstar, die coin, is letterlijk niks. Het is gewoon een grapje.
En mensen gaan erin geloven. En dan denk je, wat kun je verdienen aan dat grapje? Nou, als je daar op 17 april was ingestapt, dan betaalde je 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nullen en dan een 2. Wat was het 4 dagen later waard op de 21ste? 7 nullen en dan een 5. Een stijging van 2400%. Oftewel, als ik mijn 100 euro hier had geïnvesteerd, dan was het hier 2500 euro waard. Stel, je bent net zoals Hanway en Royalistic aan het begin van deze video en je investeert 10.000 euro, dan was het op dat punt 250.000 euro waard. En waar heb je dat dan aan verdiend? Nou, gewoon, zoals Arnoud het heel goed hier uitlegt, aan een meme. Er zijn gewoon meme coins. Dat is niks. Dat is gewoon hype op internet. Maar daardoor kunnen mensen dus 2,5 ton verdienen. Of in een ander stadium, stel je koopt hier wat ik had gedaan, dan is het nu gehalveerd. Het slaat echt nergens op. Het is echt gokken met geld. Dus als ik een soort conclusie mag trekken, dan vind ik zoiets als die Moonstar en die SafeMoon wat ik kocht. Dat zijn gewoon scams. Dat lijkt nergens op. Dat is nergens op gebaseerd. Het is letterlijk een meme coin. Dat vind ik fantastisch omschreven. Maar je kunt er wel heel veel geld aan verdienen als je geluk hebt. Maar vraag maar aan Hanway. Je kunt ook wel heel hard op je bek gaan. Je kunt net zo goed op een voetbalwedstrijd inzetten. Dan is de kans dat je verliest net zo groot. Ik heb Moonstar van dit overzicht afgeknipt. Omdat anders is het gat te groot naar de rest. Maar ik ben dus uit deze twee coins gestapt. Ten opzichte van de middag hebben we weer 4% verdiend. Maar staan we in totaal nog steeds op bijna 10% verlies. Dames en heren, daar zijn we. Voor de ontknoping. Ik ga kijken wat ik op dit moment heb. En that's it. Dat is dan het einde van de video. Open mijn wallet. En wat is er gebeurd? Oké. 940 euro. Dat maakt me positief. Het is weer wat gestegen dus. Al met al dus wel snel gezien 60 euro verlies. 6%. Ik had ook wel een heel slecht instapmoment. Maar goed, is redelijk hersteld. Ripple zelfs 8% winst. Storm X zomaar opeens weer door het dak heen. 5% winst. Cardano in de winst. Ja, ja, laat je hacken en laat je gaan. Ethereum, klein winstje. En dan helaas de Dodge naar Keat. Bitcoin ook ongeveer Keat. En VeChain en Verge wel echt deep down in de mud. Dan zie je dat dit uiteindelijk het overzicht is. Als we dan even inzoomen zodat die Moonstar wegvalt. Dan heb je iets meer detail op het, de andere ontwikkelingen van de prijzen. Zo'n Storm X bijvoorbeeld, die is echt van één naar laatste teruggeklommen naar derde plek. Het is alle kanten op gegaan. Je ziet ook wel een aantal koersen die echt gezamenlijk zijn gegaan. Die zijn wel bijna hetzelfde gebleven. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Cardano. Die zijn echt precies gelijk eigenlijk. En al met al nog een klein verliesje overgehouden. Ik moet zeggen, als ik een beetje een conclusie trek uit alles wat ik nu gezien heb. Nou, ten eerste, je kunt dus wel verlies maken. Toen ik op Twitter zat, dacht ik dat iedereen winst maakte. Maar dat schijnt dus niet zo te werken. Ja, het is een beetje flauwekul. Ik heb het getest. Ik moet zeggen, het is in de afgelopen weken wel alle kanten opgegaan. Ik stond op een moment op 10% in de plus. Ik heb op een moment 20% in de min gestaan. Het is alle kanten opgegaan, zoals het ook... Dat is normaal voor koersen. Maar ik heb wel gemerkt dat dingen als die Moonstar en die SafeMoon, die meme coins, het slaat echt helemaal nergens op. Maar het is gewoon gokken. Je kunt net zo goed naar een casino gaan. Dan kun je ook geld winnen, maar is de kans ook groter dat je het verliest. Sowieso is het met dit soort dingen ook gewoon geld maakt geld. Dus je moet er eigenlijk ook veel in pompen om echt veel te kunnen verdienen. Maar daar is het risico zo groot voor. Dat is logisch. Risico en rendement gaan altijd samen. Mensjes, dat is de wijze les die we mee willen geven. Op het moment dat jij denkt dat je zonder risico veel geld kan verdienen, dan moet je maar eens even kijken naar het risico. Want waarschijnlijk is dat dan veel groter dan jij denkt. Je risico en je winstkans gaan altijd samen. Hoe meer winstkans, hoe groter je risico. Zo werkt het gewoon. Verder, als je een keer op veel winst staat, dat heb ik ook al geleerd, cash het uit. En het ding is, omdat deze markten 24/7 open zijn, moet je eigenlijk altijd scherper opzitten. Want stel, je mist een moment dat een of andere shitcoin 300% stijgt, dan moet je er als de kippen bij zijn om het uit te cashen. Ik denk dat nog veel mensen daar spijt van hebben, met bijvoorbeeld een SafeMoon. Maar goed, de toekomst zal het uitwijzen. Kijk, achteraf kun je altijd makkelijk lullen dat mijn instapmoment verkeerd was of dat ik andere dingen had moeten doen. Achteraf weet iedereen alles beter. Ik hoop dat jullie ondanks dat de video leuk vonden. Laat vooral weten in de comments wat jullie ervan vonden. Abonneer even op mijn kanaal. Tot de volgende keer. En joejoe. En ga nou verstandig met je zuur verdiende centen om. En doe niet dit soort domme dingen.